Francesco van der Jeugd van Open VLD is komen aanschuiven. Dag, meneer van der Jeugd. Hallo, goedemiddag. Ja, ongerust over het weer, ongerust voor de landbouw. Ja, inderdaad. Ja, natuurlijk, mooie weer is voor veel mensen wel leuk natuurlijk. Hè. Maar voor de landbouw, die toch heel afhankelijk is van de weersomstandigheden, is dit eigenlijk wel een beetje een angst ook natuurlijk. Hè. Ten meer als je ziet wat er in 2017, 2018 is gebeurd, waarmee ze hebben het te maken gehad. Het is niet nieuw eigenlijk. Het is niet nieuw, maar je ziet dat het wel meer en vaker zal voorkomen. Ja, en u ondervraagt dan de minister. Nu goed, de minister kan aan het weer zelf niks doen natuurlijk. Hè? Nee, absoluut niet. Maar wel aan het klimaat natuurlijk. Ik denk dat we daar allemaal ons steentje toe bijdragen. Ik heb dat ook in mijn vraagstelling gezegd. Of in mijn tussenkomst van kijk, ik zeg niet dat de klimaatproblematiek los staat van de droogte. Ik denk dat dat aan elkaar hangt. Ik denk dus, dat heel veel mensen het daarmee eens zijn. Voilà. Dus ik denk ook, en ik heb dat ook gezegd, die land- en tuinbouwers zijn zich daar ook van bewust. Heel wat mensen zijn zich daarvan bewust en willen daar ook extra inspanning doen. Dat is enerzijds het klimaatverhaal. Dat is een veel breder verhaal dan enkel en alleen maar een paar maatregelen nemen. Maar daarnaast moet je ook wel zorgen, de tijd tot we allemaal een inspanning hebben gedaan voor het klimaat, dat je ook wel dat zorgt, je op korte termijn iets kan doen. Nu, ik heb de minister in zijn antwoord horen opsommen wat er allemaal op stapel staat. Nu goed, het zijn 60 maatregelen, hij heeft er een aantal opgesomd, maar het was heel veel onderzoek, proefprojecten, proeftrajecten. Nu, typisch aan onderzoek is dat je daar morgen geen resultaat van hebt. Nee. Maar ik hoorde u wel zeggen, ja, ik ben gerustgesteld. Ja. Goed, gerustgesteld. En als je op korte termijn iets wil bereiken, dan is dat onderzoek misschien toch niet zo geruststellend, want op die resultaten moeten we wachten. Hè? Ja, absoluut. Maar het is natuurlijk beter dan dat er niks gebeurt. Hè. Op dat vlak ben ik gerustgesteld. Dat hij een stuk ook op het elan van zijn voorganger, Joke Schouwvliegen, die dat gewoon met die plannen gestart heeft, dat hij daarop voortgaat en dat hij niet zomaar zegt, we gaan het op een andere manier doen. Want uiteindelijk, daar was ik wel een voorstander van. Ja, als je de zomer staat voor de deur en er moet toch wel snel iets gebeuren. Hè? Ja, inderdaad. Er moet inderdaad iets snel gebeuren. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat wij zorgen dat we voldoende water hebben. Dat andere mensen die hier komen water capteren, dat die die waterreserves niet gaan aantasten. Ja, ik heb u horen zeggen, ik heb Nederlandse nummerplaten gespot, zei u. Maar ik zelf niet natuurlijk. Zelf niet, maar goed, u heeft dat verhaal gehoord. Hoe zeker bent u van dat verhaal? Maar goed, daarom heb ik het ook gevraagd aan de minister om te onderzoeken. Mijn collega's, een paar van mijn collega's hebben mij hun aangesloten bij mijn vraag met betrekking tot die Nederlandse nummerplaten. Dus ik denk dat we eerst en vooral moeten kijken voor de landbouwers van hier, land- en tuinbouwers, te voorzien van water. Maar dat is ook natuurlijk niet het essentiële natuurlijk. Nee, het essentiële is, wat kunnen we op korte termijn doen? Want wachten op onderzoek, ja, dat heeft zijn tijd nodig. Wat zijn de quick-wins volgens u? Ja, natuurlijk, als je een zomer hebt zoals vorig jaar, dan kan je weinig doen. Je kan geen water toveren. Het grondwater, het niveau in West-Vlaanderen, waar ik van kom, is natuurlijk in beter staat dan bijvoorbeeld in Limburg. Dus je kan natuurlijk geen water toveren. En dan is er natuurlijk zoiets als het rampenfonds. En we hebben een overgang naar 2020 met de brede weersverzekering. Dus een nieuw systeem uiteindelijk. Het rampenfonds compenseert landbouwers, daar heb je ook nog geen water mee. Nee, opnieuw, ja, dat is natuurlijk de problematiek. Hè. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we sowieso heel snel inzetten op dat onderzoek, zodat dat resultaten kan leveren. Ik denk, en ik ben ervan overtuigd, ik heb het in het verleden ook aangehaald, dat we het ontsilten van het zeewater een heel belangrijke zaak is. Het is een dure zaak. Het heeft maar, ook zijn tijd nodig natuurlijk. Heeft ook zijn tijd nodig, maar denk, als we daar verder op investeren, dat het wel zijn resultaat op korte termijn kan leveren. Ja. Op korte termijn toch? Ja, op korte termijn. Als ik zie dat er in West-Vlaanderen ook een groep is die daar heel snel wil op investeren om te zien dat er toch wel resultaten uit te halen zijn, dan denk ik ook dat vanuit de overheid daar een extra steun mag moet komen. Worden. Ja, zodanig dat dat ook effectief kan ingezet worden. Ik heb de minister ook horen wijzen op de noodzaak van de ontharding van de ondergrond. Ja. Minder beton, zodanig dat water beter kan doorsijpelen naar de ondergrond. Nu, de betonstop, dat zou het sluitstuk moeten zijn van de klimaatambities van deze meerderheid. Dat is niet gelukt, hè? Ja, dat is een spijtige zaak natuurlijk. Maar die partij zit mee in de meerderheid, hè? Inderdaad, en ik denk ook dat we daar ook meer ambitie moeten tonen, ook in de volgende legislatuur. Er is daar heel wat gekibbel over geweest. Lag niet vooral uw partij dwars als het ging over... Ja, het gaat natuurlijk over eigendommen, het gaat over eigendomsrecht, en dat neem je ook niet zomaar af. En als daar geen degelijk verhaal tegenover staat, ik denk dat we daar eerst moeten uitgeraken. Ik kan niet zomaar zeggen, de rechten die bepaalde mensen hebben op het buitengebied of dergelijke meer, we gaan die zomaar afpakken als je geen kant-en-klaar duidelijk antwoord hebt voor die
die mensen. Maar ook daar, als we daar moeten op wachten, dan zijn die landbouwers niet geholpen volgende zomer. Hè? Ja, dat is natuurlijk één facet natuurlijk. Maar ik denk dat de volgende Vlaamse regering, en hopelijk maakt onze partij daar ook een deel van uit, dat we daar klaarheid kunnen scheppen naar de eigenaars, zodanig dat daar heel snel kan gehandeld worden. Maar als we blijven kibbelen, zal er inderdaad niemand daar beter van worden. Maar ik denk wel dat dat ook een zeer... Ja, we zijn een zeer sterk versnipperd Vlaanderen, ook ruimtelijk. Dus ik denk dat we daar echt moeten inzetten. Bijvoorbeeld, goed, in belang van iedereen snel handelen. Ik ga hier moeten afronden van onze tijd. Zit er helaas op. Bedankt in elk geval voor dit interview. Wij blijven het opvolgen. U blijft het opvolgen. Bedankt voor dit interview. Blijf bij ons, beste kijker. Ik ga het straks hebben met Joris van den Broeke van de SPA over de sociale huurwoningen. Tot zo meteen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.